De gezegende maand Ramadan is juist de maand waarin wij meer goede daden zouden moeten verrichten. Meer aanbidding verrichten. En er is een hele mooie sunnah ook in deze gezegende maand. De sunnah van het Tarawih gebed. En over de sunnah vermeldt onze heilige profeet sallallahu alayhi wa sallam. Diegene die van mij sunnah heeft gehouden, heeft van mij gehouden. En iemand die van mij heeft gehouden, zal met mij samen zijn in het paradijs. Er zijn mensen die denken, het is een mooie sunnah, als men het gebed van Tarawih verricht, is het heel goed. Maar als men het niet verricht, dan is het niet zo erg. Maar dat is helemaal niet waar. Tarawih gebed is sunnatul mu'akkada. En wat is dat? Dat is een zeer benadrukte sunnah. Dus een sunnah met heel veel nadruk. Als men dus een sunnatul mu'akkada nalaat een aantal keer, is dat slecht. Is dat afkeurenswaardig. Maar als men een gewoonte maakt om een sunnatul mu'akkada, en nu heb ik het over met name de tarawih gebed, een gewoonte maken om die na te laten, is een zonde. Het is belangrijk dat we beseffen dat we niet de gedachte moeten hebben van als je het leest is het prima en als ik het niet lees is het ook niet zo erg. Nee, een sunnat en mu'akkada die zouden we zeer zeker moeten verrichten. En deze maand Ramadan is juist gekomen dat we meer aanbidding verrichten. Het Tarawih gebed is sunnat en mu'akkada voor elke volwassen persoon, zowel voor de broeders als zusters. Het Tarawih begint vanaf nadat men de fard, de verplichte rakaats, heeft verricht van Isha. En het is tot de dageraad, dus tot fajr tijd. Die periode, dat is dan de tijd voor het gebed van Tarawih. Men kan het gebed ook verrichten en nadat men de witr heeft gelezen, zal men het Tarawih gebed ook kunnen verrichten. Heeft men het gemist, het Tarawih gebed gemist, dan kan men het niet inhalen. Het is beter om het gebed van Tarawih te verrichten van 20 rakaat, dat is heel belangrijk, niet minder dan 20 rakaat. Het gebed bestaat uit 20 rakaat. En het is beter om dat te verrichten in setjes van 2 rakaat met dan 10 keer de salam. Dus 2 rakaat, dan salam, 2 rakaat, dan salam. En dan totaal 20 rakaat. Het is gewenst, het is mustahab om na de 4 rakaat te verrichten hebben, om dan de tijdsduur, hoe lang men heeft verricht, dat 4 rakaat, om dan zo'n tijdsduur dan te zitten. En die pauze, dat doet men tarwiyah. En tijdens de tarwiyah, dan zal men ook stil kunnen zitten. Of vredesgroet sturen naar de heilige profeet, sallallahu alayhi wa sallam. Of een beetje zikrullah doen. En het is ook gewenst om dan de tasbih te lezen. Dat is dus deze. سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والعظمة والهيبة والقدرة والكبرياء والجبروت سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح اللهم أجرني من النار يا مجير يا مجير يا مجير برحمتك يا أرحم الراحمين. Is beter om de witr ook gezamenlijk te verrichten in de maand Ramadan. Maar als iemand de fard, de verplichte rakaat van Isha, niet met de jamaat heeft verricht, dan is het ook beter dat hij de witr dan ook alleen verricht. Het gebed van Tarawih is ook sunnah. En met de jamaat te lezen in moskee is ook een sunnah. Maar als dat nu niet kan, dan moeten we niet denken dat we het gebed dan helemaal niet lezen. Dan moet het uiteraard dan thuis wel deze mooie sunnah van Tarawih wel verrichten. Dus laten we het gebed van Tarawih niet als een soort last zien. Maar juist, het is een van de gunsten van de maand Ramadan. En dit gebed is alleen maar ook te verrichten in de maand Ramadan.
Dus maakt u ook de intentie dat u de hele maand Ramadan, alle nachten, het gebed van Tarawih zult verrichten. En ook anderen hiervoor motiveren. In deze gezegende maand Ramadan wordt vermeld in een gezegende overlevering dat per sajda, wat wordt verricht in de nacht, krijgt men 1500 goede daden. Dus we hebben net gehoord over het gebed van Tarawih. Die gaan we inshallah verrichten. Een ander mooi gebed in de nacht is het gebed van Tahajjud. Die zou het ook in de maand Ramadan kunnen verrichten. Het is een sunnah van de heilige profeet sallallahu alayhi wa sallam. Van hem waren 6 gebeden verplicht. Ook het nachtgebed, dus Tahajjud. Nou, daarvan is een voorwaarde dat we na Isha gebed heel kort minimaal moeten hebben geslapen. Is een voorwaarde. En opstaan voordat de tijd van Fajr begint. En minimaal 2 rakaat bidden. En maximaal 8 rakaat voor Tahajjud. We staan ook toch voor suhoor of sahri. Dat we gaan eten. Dan is het advies dat we dan voordat we gaan eten voor de suhoor of sahri. Dat we dan de wudu maken en minimaal 2 rakaat verrichten. Maximaal 8 rakaat van Tahajjud. En in elke rakaat zou men 3 keer Surah Ikhlas kunnen reciteren. Dan ontvangt men de beloning in elke rakaat, dankzij de genade van Allah, van 1 Koran uitlezen. Dus laten we juist proberen in de maand Ramadan, en mogen Allah ons de gunst schenken, heel jaar door uiteraard, het tahajjud te verrichten. Maar nu in de maand Ramadan is het wat makkelijker. We zijn toch wakker om dan te eten voor suhoor en sahri, dat we ook het gebed van tahajjud kunnen verrichten. Mogen Allah ons de gunst schenken dat we meer liefde krijgen voor aanbidding. Mogen Allah ons de gunst schenken dat we in de maand Ramadan zoveel mogelijk aanbidding mogen verrichten. Amen.